Hallo allemaal, welkom bij Bloenies Ballonschool les 37 alweer. Het is vandaag 25 mei en we gaan Pikachu maken. Pikachu is natuurlijk een hele populaire Pokémon. En het is een verzoekje van Kelly. Dankjewel Kelly voor je leuke verzoekje. Kelly heeft over een tijdje een Pokémon feestje en die zei, kun je ook Pikachu maken. Natuurlijk kunnen wij Pikachu maken. Dus deze les gaan wij deze superleuke Pikachu maken. Die ga ik jullie zo laten zien. En we gaan het natuurlijk ook hebben over Marjolein die meedoet aan het nieuwe RTL4 programma Blow Up. Wat is dat nou weer allemaal voor fantastisch nieuws? En ik ga jullie ook nog wat laten zien over verschillende maten ballonnen. En we gaan samen dus deze maken. En wat heb je allemaal nodig? Wat heb je allemaal nodig? Nou, gele ballonnen, dat is toch wel belangrijk. We zeggen altijd, het maakt niet uit, je mag altijd je eigen kleur kiezen voor je ballonfiguren. Maar wil je een Pikachu maken? Misschien is die wel heel leuk in het paars of in het blauw. Probeer het eens uit, maar ik vind geel toch wel het allermooist. Want dan is het echt Pikachu. We hebben nodig, belangrijk natuurlijk, een pompje. Schaartje is ook handig. Voorzichtig, natuurlijk, kan gevaarlijk zijn. Voorzichtig. Watervaste stift, zwart heb ik hier en ik heb rood. En rood is niet altijd heel makkelijk te krijgen. Volgens mij bij een beetje kantoor, boekhandel, winkel waar ze stiften verkopen. Daar kun je wel deze vinden. Rood is toch wel heel fijn om in je ballonbox te hebben natuurlijk. Want ja, daar gebruik ik voor wel meer figuurtjes rood. En de ballonnen die we gaan gebruiken zijn twee medium gele modelleerballonnen. Nou maak ik de Pikachu soms ook in verschillende maten. Ik zal jullie eens even laten zien, want deze, what? Die is lekker dik. Die is ook groter natuurlijk. Kijk, zet ze even naast elkaar. Je ziet het verschil. De oren van beide figuren is dezelfde maat ballon. Dat is de 260. Kijk, zo zie je het goed. Maar deze is helemaal van twee 260's gemaakt. Dat is wat we nu gaan doen in deze les. En deze is van twee 350's. De 350 is dus een dikkere ballon. Ik zal het eens even laten zien. Dit is hem. De 350. En dit is de 260. Kijk maar eens het verschil in maat. En ja, deze heeft niet iedereen in huis. Plus je hebt dus meer ballonnen nodig. Want de 350 is iets korter dan de 260. Je hoort het al. De 50 is de lengte. En, dus de 260 is 10 inch langer. En daarom red je dit niet uit één ballon. Dus wil je hem ooit van 350's gaan maken, dan heb je twee 350's plus een 260 nodig. Dat is deze. De oren en de staart zijn één ballon. Dus dat was even voor de gevorderden van de ballonschool die allerlei maten in hun ballonbox hebben zitten. Maar wij gaan gewoon starten met twee 260's, oftewel de medium modelleerballon die in de startset zit, die in de ballonbox zit. En mocht jij nou heel graag Pikachu's willen gaan maken en bij ons een startset bestellen, dan kun je bij de bestelling, bij de notities in de ballonshop, kun je gewoon even neerzetten. Bloenie, ik ga Pikachu's maken, want dan doe ik extra gele ballonnen erin voor jou. Is dat niet slim? Dat is handig, dat is fijn. Dus, we gaan beginnen. Oké, ik zal even iets vertellen over dit ballonfiguur. Waarom gebruiken we twee ballonnen? Nou ja, je redt het niet met één. Maar kijk, de oren en de staart, dat is één ballon. En dit, die ring, dat hoofdje en het lijf is de andere ballon. Dat is even hoe het in elkaar gedraaid zit. De staart is wel vrij lang. Ik heb er nog een bliksemflits op gemaakt. Maar ik hoor vaak van kinderen dat hier bruin op moet of zo, op zijn staart. Maar goed, ik doe zwart. Oké, hoe gaan we beginnen? Ik begin eigenlijk altijd met de twee oortjes. Dus gaan we dat gewoon doen. Dus je blaast de eerste ballon ongeveer zo ver op. Veel meer heb je niet nodig. Knoopie. En dan maak je een bubbel van ongeveer, ja, het is toch wel vier, liever zelfs vijf vingers. Kijk, zo lang. Dus dat is zeg maar 5 centimeter. En ze mogen ook langer, maar liever niet korter. Hoe langer je maakt, hoe groter ze oren. Oké.
Die draai je zo. En dan heb je de lengte van twee bubbels. Je kan nog even naast elkaar houden. En dan zie je dus dat je twee mooie Pikachu-oren hebt. En nou is het de kunst om hier... Ja, je moet dit eraf knippen. Maar liever niet hier, want je wil die ballon nog gebruiken voor de staart. Dus wat ik nu doe, is ik maak hier een bubbel. En dan knip ik hem hier door. En dan knoop je dit dicht. Als je dit moeilijk vindt, kun je natuurlijk ook verderop afknippen. En je zou voor dit trouwens ook een stukje van een gele ballon die je nog over hebt, die nog in je restjesbak zit, kun je ook gebruiken. Kijk, hij draait nu natuurlijk terug, maar dat maakt niet uit. Dit leggen we gewoon apart. Hij mag zo aan de kant. Die ligt klaar. Dan gaan we de andere, de tweede 260, die gaan we opblazen. Die blaas je op ongeveer zo ver. Kijk, ik hou altijd even mijn hand erbij. Dan kun je zien, de onopgeblazen staart is ongeveer 6, 7 vingers. En als je er meer lucht in doet, heb je een korter staartje. En dan kun je niet alle draaien maken. Dus dat is toch wel heel belangrijk. Oké, nu gaan we beginnen. Als je hem hebt dichtgeknoopt, met twee bubbels maken. Twee bubbels. En die draai je samen vast, zo. Pak het knoopje. En die draai je dus boven het knoopje vast. Het knoopje zit nog tussen mijn vingers. En dan trek ik het knoopje omhoog. Kijk, ik zal het eens even dichtbij doen. En die haal je tussen die twee bubbels door. En dan worden het twee platte bubbeltjes. Twee pinstjes. Zie je dat? Ik hoop dat het je lukt. En je kan altijd even terugspoelen als het niet helemaal lukt. Oké, dan maken we een lijfje van vier bubbels. En die zijn allemaal ongeveer even groot. Dit zijn twee armpjes en twee beentjes eigenlijk. Oké, vier bubbels. En dan draai je dat bij die pinsjes, draai je dat lange deel om die pinsjes heen. Zo. Oké. En dan gaan we een klein bubbeltje maken. Kijk, die zit hier in die nek. Zie je hem? Klein bubbeltje. En dan komt hij weer, die pinch twist. Dit is geen beginnersfiguur, dat begrijpen jullie wel. Maar als je moeite hebt, dan kun je altijd nog even een van de basisvideo's terugkijken. In het video van het beertje zit ook de pinch twist. De pinch twist is een twist waarbij je twee draaipunten hebt aan de zijkant van een bubbel. En die draai je eigenlijk om elkaar heen. Dus je moet het nu zo beetpakken. Kijk, je hebt echt wel twee handen nodig. Ik pak dit bubbeltje beet. Die kun je een beetje naar buiten trekken. En dan draai je hem als het ware om zichzelf heen. Kijk, nu heb je hier een pinch twist zitten. Oké, helemaal goed. Dan gaan we één keer met een lange bubbel naar beneden. Dat wordt een soort rug. Zo. Kijk, die zit nu nog los. En die kun je gewoon... we halen dit naar voren. Hoe zeg ik dat? Het lange deel gaat naar de voorkant. Dus dit is even de achterkant. Hier heb ik die lange bubbel. En hier heb je een middenpunt. Hier, aan de onderkant. En dan draai ik hem naar voren. Kijk, dit klemt gewoon tussen dit, hier tussenin. En dan doe ik het nog een keer. Een lange bubbel. Kijk, nog een lange bubbel aan de voorkant. Hier zit die ander. Die zit nu aan de voorkant. En die draai je om die twee pinch twists heen. Zeg ik dat goed? Oké, nu ga ik verkeerd. Die draai je om die achterste pinch twist heen. Yes? Oké, even kijken of ik het nou... Het is wel ingewikkeld, hè? Ik hoop dat ik het duidelijk uitleg. Maar ik zal het even aan de zijkant laten zien. Dus die voorste bubbel, die buik, die is naar boven gegaan. En die draai je langs die twee die hier zitten. En die gaat om die achterste heen. Oké, nu laten we dit even gaan. Want nu wil je de oortjes erop zetten. En de oortjes... Die draai je nu gewoon in het midden nog een keer.
dat je weer twee oortjes hebt. Want die waren teruggevloekt, weet je nog? Doe je hem zo? Weet je dat het gelijk is, Bloemy? Dankjewel. Je kan ze altijd nog even naast elkaar houden, kan je het ongeveer zien. En dan gaan we deze aan deze twee pinch twists vastdraaien. Dus je legt het ernaast. Dan pak ik één oor in deze hand, één oor hier. Dan zit ik nu zo. En dan gaan ze omhoog, want bij Pikachu staan die oortjes mooi omhoog. Woe! Eentje staat nu omhoog. Dus die gaan tussen die twee pinch twists waar we mee begonnen zijn, hè? En die pinch twists die daar zitten, die zorgen er ook voor dat deze oortjes mooi omhoog blijven staan. Ik hoop dat je het goed kunt zien. Het is een beetje een rommeltje nu. Hier zit nog dat lange deel aan die achterste pinch twist. En hier zitten nog twee draaien en die houden de oortjes vast. De oortjes zitten nu nog scheef, maar die kun je nog later weer vastdraaien. Oké, en nu ga je dus met het restant, het lange deel, gaan we die lus maken. Kijk, hier zie je hem, waar het gezichtje op zit. Die gaat hier omheen. Die gaat hier omheen. En terug naar die pinch twist aan de achterkant. Kijk, daar komt hij. Hier komt het gezichtje op. Dus je kunt gewoon even een beetje meten. Je doet hem hier omheen. En dan draai je hem dus om die achterste pinch twist heen. Dat valt niet mee. Je kan ook eerst even kijken. Ik weet nu, hier komt die draai. Kijk, ik moet het gewoon even meten. En dan draai ik alvast. Dus dit wordt de lus. En het is nu vastgedraaid om die achterste pinch twist heen. Yes. En dan moet de rest er natuurlijk af. Die gaat eraf. Waar is mijn schaartje? Die is hier. Oké, wat je kunt doen als je wil dat dit geen harde knal geeft. Dan draai je dus aan, dit willen we eraf halen, dit hele stuk. Dan draai je hier een zo klein mogelijk bubbeltje. En dan knip je daarin. Dan krijg je eigenlijk een heel klein knalletje of geen knalletje. Dan kun je hem laten leeglopen. En dan draai ik hem nog een paar keer om die pinch twist heen. Knoopje erin. Kijk, nou heeft hij hier een flubbertje hangen. Die kun je eraf knippen. Maar je kunt hem ook verstoppen in je ballonfiguur. Zo. Nou, Pikachu, daar ben je. Daar is die. Jawel. Nu vind ik dit niet mooi. Hier zit nog een knoopje. Die trek ik even aan. En hier zit nog een knoopje. En dan haal ik dat er even af. Dat vind ik wel mooier. Kijk. Is iets netter. Heeft hij wel twee knoopjes op zijn oren. Maar ja, dat geeft natuurlijk ook niet. Nou, de tekening zal ik eventjes proberen goed te laten zien. Waar ik altijd mee begin, is twee oogjes. Klein rondje, ongeveer in het midden. Je kunt ook aanhouden dat ze ongeveer zo onder het begin van de oren zitten. En dan is het neusje, doe ik eerst een streepje. En dan maak ik aan de onderkant een klein rondje. Want het is eigenlijk een neusje die aan de bovenkant plat is en aan de onderkant een beetje rond. En het mondje is echt ongeveer zoals dit. En het komt allemaal niet zo nauw, maar toch, het is wel leuk als het er een beetje op lijkt. Nu lijkt hij nog meer op een konijn dan op Pikachu, maar doordat je die rode wangetjes eraan geeft, wordt het echt Pikachu. En dan natuurlijk nog wat op die oren. Wat ik op de oren doe meestal, is dan draai ik hem even om. En dan begin ik breed. En dan loopt het smal uit. Het wordt een soort driehoekje. Het is wel fijn als je een goede stift hebt die het goed doet.
Zo. En dan hebben we nog geen staart. Hij is zo ook al leuk. Maar Pikachu heeft een lange staart. Dus dat is toch wel heel fijn. En wat je dus doet, is je pakt de ballon, die ik natuurlijk nu niet kan vinden. Die is weggeschoten of zo. Oh, hier is die. Kijk, het stukje wat we over hadden van de oren. Dus dit is de andere helft van de ballon, van de oren. En dan gaan we daar een lekker lange staart van maken, maar ook weer niet te lang. Dus er mag wel wat lucht uit. Zorg dat dit niet te strak staat, want we willen hem nog een beetje die bliksemflits. Vormgeven. Ga ik zo laten zien. Ik maak hier één pinch twist, dus weer een klein balletje. Draai ik 4-5 keer rond. Kijk wat een mooie pinch twist met een staart. En dan kun je dus een ballon, dat vind ik zo mooi, in Belgisch noemen ze het ballon plooien. Vormgeven. Als die niet te strak staat, dan kun je dus hem dubbel vouwen. En dan ga je knijpen in dat bochtje, zeg maar. Kijk, hier ook. Dus ik hier knijpen. En dan krijg je deze vorm. En het is een beetje een soort van bliksemflits idee. Deze hebben we nodig om hem hieronder goed vast te zetten. Dus je hebt nog dit onopgeblazen stukje. Dat zet je aan zijn kontje. En dan trek ik dat van de voorkant naar de achterkant. Tussen de beentjes door. Om die pinch twist heen. En dat verstop ik weer in het midden. Nou zit die staart dus heel gek naar beneden. Dat wil ik niet. Dus wat je kan doen, is je kan de staart hier zo tussen klemmen. Nee, dat is eigenlijk alles wat je doet. Dus hij kan nu wel makkelijk weer losgaan. En je kan hem ook makkelijk weer terug doen. Kijk, dan heeft hij dus een vet mooie staart. En op de staart maak ik ook altijd nog eventjes een zelfde driehoekachtig figuurtje als op de oortjes. Ik vind dat mooi. Doe lekker wat jij mooi vindt. Maar ik ben heel benieuwd of het gaat lukken. En is het jou nou gelukt om via deze video ook een Pikachu te maken? Laat het ons weten, want Marjolein en ik vinden dat superleuk om te horen. Gebruik gewoon op waar je het ook online plaatst de hashtag ballonschool. Dan krijgen wij het namelijk te zien en daar worden we heel erg blij van. En jullie weten, ons motto is maak iemand blij vandaag. Kijk, die is nu voor mij in spiegelbeeld, maar voor jullie niet als het goed is. Maak iemand blij vandaag. Ben ik aan het doen geweest? Waarom ben ik weinig online? Waarom ben ik weinig op YouTube? Dat is omdat het super, super, super druk is. En Marjolein die doet dus mee aan het RTL4-programma Blow Up. Waar wij samen ook aan meegewerkt hebben aan de hele opstart. Aan het hele concept hebben wij meegewerkt. En het komt vanaf 3 juni op televisie. En de meest waanzinnige, fantastische ballonkreaties gaan daar voorbij komen. Mensen gaan niet weten wat ze zien en dat dat allemaal mogelijk is met ballonnen. 7 ballonartiesten, 7 van de beste ballonartiesten van Nederland doen eraan mee. Waaronder dus Marjolein, jawel, van de Ballonschool. Blow Up op vrijdagavond om 8 uur vanaf 3 juni. Ik hoop dat jullie allemaal gaan kijken. En heb jij nou ook nog een verzoekje? Laat het ons weten. Want misschien maken we de volgende keer wel jouw ballonidee. Is dat niet geweldig? Ik hoop jullie, we hopen voor jullie te horen. En ik hoop dat we jullie een beetje blij hebben gemaakt met deze Pikachu-video. Doei! Groetjes van mij en van Marjolein.